Dus kijk jongens. We gaan weer een filmpje shooten. Kijk mee voor gezellig. Yo, welkom bij het Adelsjournaal. We zijn bij de dames, maar niet voor de dames, maar we zijn voor de kids. De kids die lopen mee het veld op en die gaan ook penalty schieten in de rust tegen de paashaas. Kijk mee. Daar staan we bij Ricardo van de vrouwensupport. Vrouwensupport, hoe heet het eigenlijk, de organisatie van je? Officieel sfeerteam ADO Vrouwen. Sfeerteam ADO Vrouwen. Kom een beetje bij me in beeld, maat. Je ziet het, mijn cameraman is weer een statief. Maat, we hebben ook nieuwe merchandise beneden. Je kan ook shirts kopen voor de wedstrijd. Ja, klopt. Vanuit de Stichting ADO Vrouwen wordt het uittenu. Dus ja. Roze shirt, zwarte broek en roze kousen wordt verkocht. Ja, dat gaat goed, hè? Want ik zie verschillende kinderen in zo'n shirt lopen. Het is ook een hartstikke mooi tenu en het gaat hartstikke goed. Je praat over een tenu? Ja, het is een heel tenu. Okay. Broekjes, sokken. Ja, ik heb shirt. Het over een shirt, maar een tenu helemaal compleet moet je het hebben natuurlijk. Ja, dus... En dan dat penalty schieten tegen die paashaas. Waarom een paashaas? Ja, paasen, maar... Nou, dat vonden we leuk. We wisten dat de paashaas zou komen vandaag. En we dachten van, misschien een keer leuk als hij dat gaat doen. Ja. En eigenlijk, we hadden hem gebeld. En toen zeiden van, ik wil het heel graag. Lijkt me een eer. Dus vandaar dat... Okay. Elke dag paaseieren uitdelen, dat verveelt een beetje. Dus laat nou die ballen maar op me afkomen. Beneden de mensen, trouwens, heel veel publiek. Beneden de mensen kregen ook een eitje van de paashaas. Ja, dat... Naar binnenkomst. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Maar laters. Zeg eens laters. Laters. Harder. Harder. Dames en heren, we gaan zo meteen het veld op. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst wat aan jullie vragen. Want we gaan straks verzamelen in de spelerstunnel. Wie kan mij vertellen wat de spelerstunnel is? Dat is de tunnel waar de spelers uitkomen. Ja, die spelers die komen uit de kleedkamers. Dan staan wij met ze allemaal bij elkaar en dan lopen ze een gang in en dan gaan we lopen het veld op. En dan gaan we nog ademen en ze zijn dan kloppen. Helemaal goed. Dus dan gaan we eventjes wachten, maar wij zijn daar eerder voordat die spelers komen, die speelsters van ADO en Twente. En dan zal je straks merken, die gaan dan naast je staan en dan geef je gewoon een hand. En sommigen zullen aan je vragen, hoe heet jij of waar speel jij? En sommigen zijn misschien zo nerveus, die denken van, ik weet helemaal niet wat ik moet zeggen. Ja?
En dan ga je daarnaast nog even in hand. Nou, dan krijg je op een gegeven moment te horen, we moeten het veld op. Nou, dan loop je hand in hand om maar. Loop je hand in hand. Loop je het veld op. Oké, en dan gaan ze op een gegeven moment stoppen. En dan ga je voor de speelster staan. Ja? En op een gegeven moment gaan die speelsters elkaar een hand geven. En dan blijven jullie met z'n allen op een hele lange rij staan. Ja? Een hele lange rij. En dan gaan ze helemaal weer gaan zitten. Dan gaan die aanvoersters, die gaan elkaar een hand geven. En een fijne wedstrijd. En wat doen ze dan nog meer? Wat doen ze bij die scheidsrechter? Die weet dat. Wat doen ze bij die scheidsrechter? Ja? Tossen is dat en wat bepalen ze dan? Welke kantje speelt en wie de aftrap neemt. Nou, als dat nou klaar is, hè, en jullie staan nog steeds op de handen en dan hou je Patrice en mij, hou je in de gaten. Want op een gegeven moment doen wij dat je langs de koning kan, want de wedstrijd gaat natuurlijk beginnen. En anders loop je gigantisch in de weg als je daar nog tijdens de wedstrijd loopt, dan snappen jullie wel, denk ik. Ja. En dan geef je elkaar een hand en dan kom je keihard naar ons toe rennen. Niet te hard op mensen erachteraan slepen, hè. Oké, okay. Hey, hebben jullie nog vragen? Hebben we er zin in? Ja! Hebben we er zin in? Ja! Hé, hey, luister eens, we gaan er vast naar de springerspiegel. Dat ze gaan penalty schieten in de rust? Ja, dat is eigenlijk vandaag tegen Twente voor het eerst. Ja. En dan niet zomaar een keeper? Nee, ja, het is Pasen, dus we hebben vandaag voor de paashaas gekozen. De paashaas? Ja.
Wat zijn er nog meer voor plannen? Nou, we hebben nog één thuiswedstrijd nu. Ja? Alleen dat is op 30 mei tegen Antwerpen. Ja? Die wordt alleen niet in het stadion gespeeld. Vanwege de hockey? WK hockey. Ja? Ja? De locatie is nog niet helemaal bekend. Maar dat kunnen ze via de website gewoon in de gaten houden. En, ja, voor volgend seizoen willen we eigenlijk standaard de kinderen die meedoen met de line-up. Dus de players escort in de rust de penalties laten schieten. Uiteraard op een wat professionelere keeper. Ja. En ja, we hopen dat dat... dat het hartstikke leuk gaat worden. We hebben elke week meer aanmeldingen dan dat er plek hebben voor om mee het veld op te gaan. Dat is hartstikke leuk. Ja, ik zie dat de mensen die vinden het leuk. Ouders natuurlijk ook, familie. Maar volle tribunes, die klappen. Ja, is een goed initiatief. Nou, dat is zeker leuk. En vandaar dat we dat op gaan zetten in samenwerking met de stichting. Kijk, bent u weer bijgepraat? Kom nou eens een keertje gezellig naar die vrouwen, joh. Ja. Je hoeft niet zo met spanning te zitten, zeg maar, zoals bij de mannen. Want het is gewoon gezellig. En je ziet nog een leuke pot voetbal, leuk. En die kids die wat leuks doen. Nou, dit was onze bijdrage weer, het ADO-journaal. Niet te veel eitjes gegeten, hoop ik allemaal, hè. Laters!